te maken. Kan ze niet. Ik ben niet zo haatdragend dat ik iemand af zou kunnen schieten. Nou, ondertussen wel. Ik denk als Joost Knevel in de gevangenis vermoord, dat ik ook wel in staat zou zijn om iemand om te leggen. Wie? Dat maakt me in principe niet uit, want er zijn zat mensen waar ik een hekel aan heb. Ik ben ook inderdaad niet vaak gezien met een geel parapluutje. Ik ben ook geen Jezusfiguur. Ik ben ook geen liefde, vrijheid, geen dictatuur. Zo zit ik namelijk niet in elkaar. Maar ik laat daar vrij weinig over vallen. Ik laat daar vrij weinig over los. Maar jullie weten, toen het in Rotterdam losging, toen was ik erbij. Als er op die manier gestreden wordt en als er agressie wordt losgelaten, die al zo lang bij mensen heerst, want ze moeten blij zijn dat ik geen politieagent te pakken heb genomen daar zo in Rotterdam. Dat ik ze dienstwapen even afpak en even kijken of dat hij doet. Want dat zijn diezelfde mensen die mij ook uit het verzorgingshuis hebben gehaald. Dat is diezelfde politie. Dat is diezelfde organisatie die zo waakzaam en dienstbaar is. Dat ze iemand wel 4 maanden thuis kunnen laten zitten, omdat een verzorgingshuis dat zegt. Waarbij het verzorgingshuis nu op dit moment, ik heb ze dus van de week gebeld. En heb ik gevraagd, kunnen jullie mij de namen geven van de mensen die allemaal verantwoordelijk zijn geweest voor de dingen die bij mijn vader zijn gebeurd? Wie waren daar in charge op het moment dat mijn vader daar was? Die wilden ze mij geen uitleg over geven. Dus op dit moment is het dus zo dat mijn vader in een verzorgingshuis heeft gezeten, daar dood is gegaan. Dat er daar mensen een beslissing hebben gemaakt of ik dan eigenwijs ben of koppig, heb ik geen boodschap aan? Heb ik geen boodschap aan? Want het punt waarom ik 4 maanden niet bij mijn vader mocht komen was natuurlijk omdat ik geen mondkapje op had van de firma waar mijn vader toen verbleef. Ik kan tegenwoordig ook niet meer zeggen welk verzorgingshuis, want dan gaan ze aangifte tegen je doen. Dat kunnen ze namelijk wel. Maar weet je wat wij ook kunnen? We kunnen ook kijken waar ze wonen. We kunnen ook kijken waar hun kinderen naar school gaan. We kunnen ook kijken wie bij hun de kwetsbare personen zijn in de familie. Mijn beeld is veel waziger dan voorheen. Wordt het nu beter? Wordt het nu beter? Even kijken. Connection is unstable. Is het nu al wat beter? Wij kunnen van iedereen, elke zorgmanager, elke uitvoerende leidinggevende, elke basisschooldirecteur, elke huisarts, elke politieagent, elke psycholoog, elke rechter, ze hebben allemaal een adres. Die mensen hebben allemaal een adres. Die hebben ook allemaal kinderen, familieleden, eigen ledematen. Wat is Emiel van plan? Emiel is niet zoveel van plan. Emiel niet. Maar ze zijn natuurlijk als de dood. Deze rioolratten zouden afgemaakt moeten worden. Maar wel op een hele langzame manier. Ik zou de mensen die voor mijn vader gezorgd willen, of gezorgd hebben, of hun functies en hun macht misbruikt hebben, en mij mijn vader hebben ontnomen de laatste 4 maanden van zijn leven, mij de afspraken voor hebben gehouden dat als zijn gezondheid zo zou verslechteren dat ik op de hoogte zou worden gehouden,
En dat ik hem dan na die 4 maanden ontzegging, waar ik nog me netjes aan heb gehouden. Dat ik mijn vader tegenkom als een complete zombie. En nu zijn ze bang dat als ik op internet ga zitten en ik zeg, oh, het was dit verzorgingshuis. Dan staan ze morgen voor de deur. Maar het maakt niet uit hoe lang het duurt. Het maakt niet uit hoe lang het duurt, vrienden. Ze komen allemaal aan de beurt. Allemaal. Doe je werk. Neem het heft in eigen hand. Want ik ga mij niet laten arresteren. Omdat ik straks bij een politicus voor zijn deur sta. Dat was toch allemaal mogelijk? Binnenkort wil ik ook een antwoord van Rutte. Binnenkort wil ik ook een antwoord van de koning. Maar binnenkort klop ik bij de koning aan. Dan wil ik wel eens even weten wie deze idioot denkt dat hij is. De tijd is op. En het kost mij heel veel van mijn vrijheid. En dan ben je een opruier en dan ben je dit. En dan ben je dat. Maar ik vind het niet gek. Dat bij een verkeerscontrole 2 agenten direct doodgeschoten worden. Oh, wat erg zeg. Sterkte voor de collega's. Zo wordt dat dan. Zo wordt het dan gemaakt. Hoe er met trots beelden gepresenteerd worden op weet ik veel wat verzenden met onze hulpdiensten in actie. Dat er naar gekeken moet worden. Alsof die mensen een heldhaftigheid uitstralen. Alsof ze een soort supermens zijn. Die zwaar bewapend met honden, tasers, gummiknuppels. En niet met 1 collega, maar gelijk met 6 collega's. Je nog niet eens op een normale manier kunnen sederen. Of je in ieder geval kunnen arresteren of kunnen aanhouden. Ze beginnen met slaan, ze beginnen met trappen. Je moet altijd in je knieschijven getrapt worden. Je moet altijd op een vuile manier moet je dan weer pijn hebben. Het zijn allemaal vieze trucjes. Vieze machtswellustende trucjes. Kijk, en ik heb een hekel aan alle agenten. Alle. Voor mij mogen ze allemaal afgemaakt worden. Maar weet je wat ik nog mooier vind? Als ze zichzelf afmaken. Daar geniet ik van. Als ze hun vrouw en kinderen meenemen. Daar geniet ik van. Ik geniet ervan als ik zie hoe nat ze gaan. Want ze kunnen in principe niet veel meer dan een verromantiserend verbaal opschrijven. Hè, een procesverbaal wat compleet uit het verband getrokken is. Terwijl een of andere grote mensen Sinterklaas, want zo noem ik het. Omdat ik vind dat ze die slabber beter in de strot kunnen stoppen en hem kunnen doorslikken. Als dat ze daar aan die tafel kunnen gaan zitten. Dat zo'n grote mensen Sinterklaas jou gaat zitten vertellen. Oeh, jij bent niet lief geweest. Daar krijg jij een straf voor. En die nemen dat voor waarheid aan. Wat zo'n volksverrader, zo'n procesverbaalschrijver, allemaal zit te noteren. Want dat is allemaal waarheid. Wat de burger zegt, is allemaal geen waarheid. Vandaag bij Joost Knevel geweest, dames en heren. En dan begint het toch te koken bij mij. En we gaan nu even zien wat er gebeurt als ik de titel van mijn video ga veranderen. Dan gaan jullie zien dat ik ineens heel veel meer kijkers heb zometeen. Maar er een Joost Knevel special van. En dan ga ik dus. Ze zitten op internet, agent of welke rol ze ook spelen. Jazeker. En de verromantiserende agenten tegenwoordig, die dan denken, oh ja, nu zegt hij iets. Ja, nu kunnen we hem oppakken. Laten we dat maar gaan doen. Die vinden dat leuk. Die hebben daar plezier aan. Want die denken, ach, nu zegt hij iets wat niet kan. Nu gaan we onze functie, nu gaan we
alles inzetten wat we kunnen. Gaan ze alles inzetten wat ze kunnen. Als je laat blijken dat je een hekel hebt aan de politie. Ik vind het gewoon allemaal kankerratten. Ja. Ik geniet ook van filmpjes als ze in elkaar getrapt worden. Daar geniet ik van, ja. Dat je zo'n ME-helm in één keer helemaal achterover getrapt ziet worden door een flying kick. En dat er nog iemand geholpen wordt, iemand anders ook. Heerlijk. En ja, wat moet je zeggen dan? Laat mij maar gepakt worden door een politiehond. Dan sla ik heel zijn snuit naar binnen. Dan wil ik best gaan zitten voor het vermoorden van een politiehond. Want ik weet hoe ik honden af moet maken. Dus val mij maar aan met een hond. Doe het maar. En de mensen die willen weten in een privéberichtje hoe je een politiehond omlegt. Contact mij even persoonlijk. En dan zal ik je haar fijn uitleggen hoe jij binnen een paar seconden een hond uitschakelt. Probeer zijn neus er maar af te trekken. Probeer zijn neus maar in te slaan. Dan is de hond gelijk klaar. Kom lekker met je intimidatie. Maar als jij iemand aanvalt met een politiehond. En je slaat iemand helemaal de tering. Terwijl die zijn handen gewoon omhoog heeft. Dan moet je het niet gek vinden dat mensen je willen doodschieten, toch? Ja. Het zijn niet alleen de criminelen die een hekel hebben aan de politie. Nee, het zijn nog veel meer mensen die een hekel hebben aan de politie. En de pedofiele justitie. Als je dat vertelt, dan vind je dat nooit terug in een procesverbaal. Als je over Demming begint, schrijven ze niet op. En voor iedereen die dat wil testen, mocht je een keer vastgehouden worden of gearresteerd worden, zeg maar iets over Demming. En zeg maar iets over een pedorechter. Dat jij je niet laat veroordelen door een kankerpedorechter. Dat schrijven ze niet op. Ze schrijven het niet op. Want wat ze opschrijven, moeten ze onderzoeken.